feestdagen. Nee, de beste wensen voor het nieuwe... Nee, een zalige kerst. Nee, dat klinkt met de rooms. Nee. Wat, een goede gezondheid en de beste wensen. Een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuwjaar. Ach, wat een onzin. De groeten van de Bol Buisjes, dat is meer dan ook. Oh, dit stapeltje heb ik al klaar. Kijk eens eventjes aan. Oh, dat is ook vlug, zeg. Ik ben nog lang niet zo vlug. Ja, er zijn ook mensen die gewoon doorwerken. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik heb net 5 minuten op een kerstwens zitten broeden. Wat schrijf jij de kerstwens in? Ja, jij dan niet. Nee, natuurlijk niet. Die staan er toch al in gedrukt. Ja, maar als je iets persoonlijk schrijft, dat vind ik een persoonlijke touch. Dan weten de mensen dat je aan ze denkt. Ja, nou ja, goed, als ze zo'n kaart van je ontvangen, weten ze toch al dat je aan ze denkt. Ja, ik hou niet van die voorgedrukte dingen, zeg. Zeg, wat is dat nou? Beenbakker? Ja. Die bouwt nu 20 meter vandaan. Het raam open doet, dan kun je ze een vrolijk kerstfeest toeschreven. Ja, nou ja. Trouwens, beenbakker begint met een B en ik had de B. Nee, jij had de M tot de Z en ik had de A tot de L. Is waar. Ja. Ja. Moet je dat toch zien, die hele stapel nog, zeg. Ah, joh, kan het je schelen, die paar enveloppies. Die paar enveloppies? Ja. Je kan me nog meer vertellen, ik hou ermee op. Ja, koffiepauze. Ja. Zeg, okay. Misschien is het wel handig om onze activiteiten een beetje te bundelen. Dat vind ik een heel goed idee. In deze drukke dagen. Heel goed. Trouwens, best een raar idee, hè? De eerste kerstmis zo zonder Victor en Simon. Ja, dat kun je, ja, verdomd, ja, ik vind het gek, ja. Dat ze dan juist op de leukste dagen van het jaar dat ze ineens weg moeten. Ja, wat wil je zeg. Een zonovergoten Caribisch eiland met wuivende palmen, hagelwitte stranden. En wij hier maar zitten vernikkelen. In de Rotterdam. Nou, als het mij zou vragen, ik zou het wel weten, hoor. Ach, ja, dan ben je met mijn 20 paarden het huis uit te trekken met de kerstdagen. Maar ze hadden elkaar zo weinig gezien afgelopen jaar. Ze waren er echt wel een beetje aan toe. En daarom is het aan ons om te zorgen dat de kinderen een fantastische kerst krijgen. Ja. Zeg, wat wil jij hebben voor je kerst? Heb jij die catalogus gezien? Catalogus, Willem. Ja, dat zeg ik toch. Van die Amerikanen. Dat stond in de krant. Die geven de kinderen een duikboot voor in het zwembad. Nou, dat doen van mij nou ook niet. Dat vind ik een beetje al... Zoveel geld hoeven ze van mij niet uit te geven. Nou, mooi. Ja, nou ja, mocht je toevallig iets moois zien en je voelt je geroepen, zal ik je niet tegenhouden natuurlijk, hè? Uitstekend. Ja. Oh ja? Wat ga je kopen voor me? Wat voor duurs, wat voor moois? Ach, hou toch op! Kleuter! Wat je zegt, dat ben je zelf. Was dat de post? Wat? De post, was dat de post? Ik dacht dat ik de brieven bezorgde. Weet ik veel, ga zelf kijken. En waarom doe jij zo springer? Het lijkt alsof je high bent. Ik krijg de uitslag van mijn Frans vandaag. Oh. En waarom ben jij zo chagrijnig? Beetje depri? Ik ben helemaal niet chagrijnig, man. Laat me met rust. Graag. Zo, doe. Hey, wat zit jij daarna? Ik ben de postbode, hij is laat. Oh ja, dat heb je altijd met deze dagen. Dan zijn die tassen zwaar, hè? Van al die kerstkaarten. Met die speciaal geschreven kerstwensen erin. Ja, Willem, hang het toch op alsjeblieft. Wat is er zo belangrijk dat jij hier op de trap... Oh, natuurlijk! Jij wacht op de uitslag van je herexamen Frans. Ach, natuurlijk, Ricky. Maak je geen zorgen. Jij redt het dit keer. Ik voel het aan mijn water. Weet je wat ellende is, Willem? Op onze leeftijd voel je alles aan je water. Waar gaan jullie heen? Wij gaan kerstinkopen doen. Denk dan ook even aan mij als je een grote nieuwe versterker ziet staan, hè? Te laat, Ricky boy. Opa Henry heeft al zijn centjes nodig om voor mij een schitterend duur cadeau te kopen. Ah, schijn het toch uit, kleuter. Kijk eens, mevrouwtje. Ik hoop dat ze lekker zijn. Want als ik u zo eens bekijk, dan houdt u wel van een chocolaatje. En om zo te zien, meer dan één ook, hè? Jopie. Ja, mevrouw is duidelijk iemand die van lekker eten houdt, hè, mevrouw? Net zoals ik. Jopie. Ja, want begrijp me goed, er zijn mensen die vreten zich om gans en daar kan je niks aan zien. Maar wij worden al dik van een glaasje water, hè, mevrouw? Hoe durft u? Hey, mevrouw, u vergeet de bonbons. Jopie, als ik jou nou vraag hè, om mij te komen helpen met kerst, dan wil dat nog niet zeggen dat je ze 1, 2, 3 de deur uit moet werken. Dat is een geintje, joh. De mens maakt zich over alles dik, dat zie je toch? Ja, dan maar op met een geintje, dan ben ik zo hartstikke failliet. Kom. Hey, wat doe jij eigenlijk met kerst? Nou, niks, want Nicole is nog steeds bij de moeder in Antwerpen en ik moet hier blijven vanwege de zaak. Nou, kom dan gezellig bij ons, joh. Je kan toch niet alleen zitten met kerst? Nou, wat doen jullie dan? Nou, wij gaan naar de ochtendmis.
En als ze dan terugkomen, dan zingen we wat kerstliederen. En dan eten we wat en dan gaan we s'avonds weer naar de kerk. Ja, kom maar, je zit mij een beetje te beladen door de ochtendmis. Kom nou, hé. Nee, joh, dolletje, nee. Ik blijf lekker de hele dag thuis voor de buis. Met een kratje pils en een doosje sigaren. En s'avonds om 8:30 weet ik niet meer of het kerstmis, Pasen of Koninginnedag is. Hé, hey, moet je luisteren, zeg jij maar tegen Diane dat ze 2 kratjes pils bestelt. Eerlijk hoor. Oké. Okay. Hé, hey, Jopie, de dikkertjes doet ik voortaan. Dag, mevrouw. Goedemiddag. Graag. Bolbuis met Rick. Hey mam, hoe gaat ie? Ja, net binnengekregen. Hoe weet je dat? Heb je ergens een verborgen camera opgehangen? Nou, ik heb hem nog niet opengemaakt, want dat durf ik eigenlijk nog niet. Nou, luister, kan ik je terugbellen? Dan... Ja, ja, beloof ik. Oké, okay, goed aan papa. Hoi. Mevrouw, heeft u voor mij een mooi doosje kerstverlichting? Jazeker, meneer. Laat eens kijken. Dat is het precies. Yes! Oui! Iedereen met een diploma handen in de lucht! Yeah, dan ben ik Rick Bol, academisch genie, overwinnaar van moeilijke examens! Am, 3 keer raden, ik heb het gehaald! Oh, nou te gek is dat alles wat je erover kan zeggen? Ik had wel wat meer verwacht dan oh, nou te gek. Ja, sorry, Rick. Hey, wat is dat nou? Wat is er aan de hand? Niet huilen. Wat is er gebeurd? Is het Piet? Hebben jullie ruzie gehad? Moet hij klapjes krijgen? Je kan niet eens aan. Nou, ik zei toch ook niet dat ik het zelf zou doen? Daar heb ik mijn mensen voor. Nee, wat? Rick, het is niet wat je denkt. Echt niet. Ja, wat is het dan? Als in beide vensters een stip zichtbaar is, bent u... Oh-oh. Ik ben niet de enige die vandaag een uitslag heeft gekregen, zie ik. Nee. Oh, Rick, wat moet ik nou doen? Nou ja, allereerst even rustig ademhalen, want je schiet er niks mee op om jezelf meteen in de rode vlekken te storten. Nee. Weet Piet het al? Nee, nog niet. Oh, hoe moet ik het hem dan weer gaan vertellen? Nou ja, gewoon... Ik neem aan dat hij de vader is, hè? Nou, sorry. Ik begrijp er echt niks van. Hoe kan dat nou gebeuren? Leren ze jullie helemaal niks daar bij diergeneeskunde? Nee, maar ik bedoel, we zijn zo voorzichtig geweest. Nou ja, kennelijk niet voorzichtig genoeg, hè? Nou, ik begrijp er echt helemaal niks van. Ja, rustig maar. Ja. Zo erg is het ook weer niet. Het komt vaker voor. Ja. Nou, niet bij mij, hoor. En Piet wilde sowieso wachten met kinderen tot ik mijn studie af had. Waren jullie al een family planning bezig dan? Ja, het lijkt er niet veel op, hè? Rick, je houdt wel je mond, hè? Tuurlijk. Ja, echt, nee, maar ik zweer het hoor. Geen grappen dit keer. Kom op, zo'n lul ben ik ook weer niet. Maar je moet het toch eens vertellen aan de opa's en papa en mama? Oh ja. Oh, wat moet ik dat nou weer doen? Nou ja, dat komt wel goed. Ze houden van je, wij allemaal. Dat weet ik ook wel. Piet! Ik begrijp er geen barst van, maar jouw smaak valt niet te twisten. Nou, als je me loslaat, dan ga ik even een bakje koffie voor je halen. Ja, ik heb liever thee, Rick. Oké. Rick, bedankt, hè? Geen probleem. Komt wel goed. Ja, komt wel goed. Joh, wat een drukte. Nou, je hebt toch wel een mazzel, hè, dat je een gabber hebt die altijd kan inspringen, hè? Nou, zeker als die gabber mijn hele voorraad in die grote dikke buik van hem zit te duwen. Ja, je weet het bonbonshopje, hè? Niet voor niks. Ja, nou ja, als ik nog eens een keer iemand vraag om te helpen... Nou, dan neem ik iemand die allergisch is voor chocola. Dan scheelt mij klauwen met geld, eerlijk, hè? Een verrekte kou buiten, hè? Een pratende kerstboom, dat zie je niet vaak. Jongen.
Zo, heren, goedemorgen. Nou, even bijkomen, hoor. Oh, dus u kwam niet voor de bonbons? Nee, vandaag niet, mis. Nou, dat komt dan heel mooi uit, want anders hadden we Joopie open moeten snijden om de hele rotzooi eruit te halen. Ja. Ja. Nou, daar was ik wel aan toe, zeg. Ja, ik had nooit die kerstboom moeten kopen voor ik de cadeautjes ging kopen, hè, natuurlijk. Hè. Ik heb de hele stad met het ding rondgesleept. Ja, maar het is wel een mooi boompie. Vond ik op de markt. 32,50. Ja. Ik heb ook een set nieuwe lichtjes gekocht. Ja, Willem was natuurlijk weer van plan om die oude troep te repareren. Maar ik dacht, we maken er een hele bijzondere kerstmis van. Hè? Ja. Over kerstmis gesproken. Hebben jullie al plannen voor je eerste kerstdag? Ik ga met Joopie mee naar de kerk. Ja. Nou, dat is mooi, zeg. Een goede gelegenheid om eens flink op te biechten. Hè? Maar wat denkt u? Zou ik u en meneer Gelijnsen misschien kunnen verleiden om na de biecht een glaasje bij ons te komen drinken? Nou, dat klinkt me niet gek in de oren. Wat denk jij, hè? Nou, met een lekker happy erbij misschien. Dat was wat bedoel je. Ik zal er zijn. En Joop, zullen wij die kerk maar vergeten dan? Ja, een lekker drankje bij de bol buisjes, hè, altijd. Ja. Oh, kijk eens, er is er nog één. Nou, meneer Gelijns, zal ik het nou doen? Ah, sterk zijn, meneer Buis. Joop, wat ben jij toch erg, hoor. Ja, ja, kom. Hallo, Piet, met mij. Hé, hey, hoe gaat het? Ja, met mij is alles ook goed. Moet je luisteren. Er is iets waarover ik met je moet praten. Wat? Oh ja, dat is vanmorgen gekomen. Heeft het gehaald? Ja, inderdaad. 3 keer is scheepsrecht. Ja, ik ben ook heel erg blij voor hem. Maar luister, ik moet even met je praten. Nee, niet over de telefoon. Niet over de telefoon, heb ik toch gezegd. Goed, dan zie ik je straks. Dag. Ja, dat hebben jullie zeker niet vaak, hè? Dat de klanten met de kerstbomen binnenkomen. Oh, jongen, je moest eens weten. Ach, jongen, die zag ik op de markt een kopie. Wat denk je dat die gekost heeft? 32,50. Ja? Ja, en ik durf te wedden dat je ook nog een hartstikke mooie set met liggies hebt gekocht. Ja. Ja, maar dat was wel hard nodig, hoor. Maar waar ik eigenlijk voor kom, heren... Ik zou de heren willen uitnodigen voor een hap en een snap op eerste kerstdag. Is dat een leuk idee? Nou, dat is een goed idee, hè? Ja, ja, en zo onverwachts. Oké, goede bakken. Dan zie ik jullie wel verschijnen. En doe wat leuk, Sam. Absoluut! Zeker weten, hè? Fijn dat je even langs wilde komen. Fijn. Is toch nogal logisch? Ik trok over de telefoon alsof het nogal belangrijk was. Kom even mee naar de keuken. Ga zitten. Ja. Fijn, hè, van Rick, dat hij is geslaagd. Ja, ja. Ik ben erg blij voor hem. Ja, ik ook. Hij heeft er wel 3 keer over gedaan, maar nu toch, hè? Ja, nou, de opa's zullen ook wel heel blij zijn, hè? Ja, dat weet ik niet. Hij heeft het nog niet gezegd, geloof ik. Oh. Dus... Wacht even, Anna. Je hebt me toch niet gevraagd om hier te komen om over Rick's examen te praten? Nee. Koffie? Ja, lekker. Goed. Luister, Piet. Kun jij dat weekendje ter Schelling nog herinneren? Ja, natuurlijk. Toen daar in die duinpan. Toen zagen we al 5 fazanten tegelijk. Nee, dat bedoel ik niet. Er was iets anders. Shit, wacht even. Bolbuis met Anne Bol. Hey, mam, hallo. Ja hoor, hier gaat alles goed. Wacht even, het duurt niet lang. En, hebben jullie het daar ook naar je zin? Hey, hallo Piet. Hey. Heb jij het grote nieuws al gehoord? Nou en of? Ja. Oh, mooi, want ik had haar aangeraden dat ze het meteen moest vertellen, maar ze wist niet goed hoe. Nou, ze heeft me gewoon over de telefoon verteld en ik vind het fantastisch. Oh ja? Ja, natuurlijk. Je stond zeker wel even te kijken. Dat mag je wel zeggen, ja. Ja, ja. 3 keer is scheepsrecht, hè? Eindelijk dan. Soms wel, ja. Ja. Ja, ja, je opa's zullen ook wel heel blij zijn. Nou, ik geloof niet dat zij het al weet, hoor. Oh? Nou, dan moet je toch zo snel mogelijk vertellen, joh. Ik?
ik ga ze helemaal niks vertellen. Dat ga jij doen. Ik? Ja, jij of Anna, waarom ik? Nou. Rick, mama voor je aan de telefoon. Je had beloofd haar nog even terug te bellen. Oh ja, wat zat je nou te mutsen over hoe je Piet moest vertellen dat je zwanger was? Hij vindt het geen probleem. Mam, ik ben geslaagd. Anna, is dat waar? Oh, wat een idioot misverstand. Een misverstand? Hoezo? Nou, ik dacht dat hij het over zijn Frans had. Sst, ik sta te bellen. Kom, we gaan even naar je kamer. Wat heb jij daar nou? Dat is wat wij boerenzonen een kerstboom noemen. Ja, ik weet wel wat het is. Maar wat moet jij ermee? Nou, die heb ik gekocht voor hier in de hal. Nee, hey, ik heb deze gekocht voor in de hal. Ja. Ik koop altijd de boom voor de hal. Is zo, tenzij ik hem koop. Ja, maar waarom heb je dan niet gezegd dat je hem zou kopen? Ja, maar waarom heb jij mij niet verteld dat jij er een ging kopen? Omdat ik altijd de boom voor de hal koop en... Ja, maar nou ja, goed. Misverstand, deze komt in de hal. Ja, maar nu heb ik er een gekocht trouwens. Deze is veel mooier. Deze is niet mooier, deze is mooier en deze komt in de hal. Nee, deze komt in de hal. Schei dat toch uit? Ik zet mijne hier neer, die komt in de hal. De mijne hier neer, waar moet ik hem anders laten? Heb wel eens van paal zitten gehoord. Ach, schei toch uit, man. Wat is er aan de hand? Mag ik meedoen met de muziek? Nee, dit gaat tussen opa en mij. Die denkt dat ik telepathische gaven heb en dat ik zijn gedachten ineens kan lezen. Dat is niet waar. Jawel. Je moet alleen coördineren. Ach, je moet... Bomen, ja. En welke komt er in de hal? Deze van mij komt in de hal. Deze. Nee, wat kijk je bedrukt, Piet? Hij is een beetje overdonderd. Ik heb hem de uitslag van mijn Frans verteld. Oh ja. Geslaagd. Ah! Oh, dan wordt het helemaal een fantastische kerstmis, zeg. Vooral met mijn, deze mooie boom in de hal. Deze komt in de hal. Nee, mijn komt in de hal. Opa, hou eens op. Dat stommige ruzie altijd van jullie om niks. Anna, wacht nou. Wat heeft die nou ineens? Geen idee. Ik zeg gewoon dat die boom in de hal komt. Nee, mijne staat al 25 jaar dat in de hal. Toch niet dus die komt nu weer in de hal. Schreeuw toch niet altijd ik zo. Zei... Kun je dan nooit eens gewoon praten? Kan jij nooit zo overtuigd worden? Dus ik moet schreeuwen. Mijn boom komt in de hal. Eigenlijk is het prachtig. Ja, doet mij een beetje denken aan het Schwarzwald. Ja, alleen verrek, de koud in huis. Nou, dat vond ik nou ook al. Ik dacht dat het aan mij lag dat die radiatoren van mij kapot waren. Maar dan is het de installatie. Ik ga meteen even kijken. Ja, graag. Ja. Anne, er staan een paar herders aan de deur. Die hebben een ster gezien en dan willen ze weten of ze op de goede plek zijn. Nou ja, Rick. Ga je zo nog 8 maanden door? Het is toch wel uitzonderlijk dat jij zwanger bent, uitgerekend met kerstmis, hè? Weet je zeker dat Pieter wat mee te maken heeft? Wat bedoel je? Nou, misschien is het wel... Nou ja, dat is normaal, joh. Nee, ik kwam alleen even kijken of het bij jou ook zo koud is. Mijn verwarming is ijskoud. Ja, die van mij ook. En daarom ben ik ook nog even lekker in bed gebleven. Hoe heeft Pieter op het bericht gereageerd? Hij vindt dat ik onverantwoordelijk met mijn mogelijkheden omspring als ik het kind houd ten koste van mijn studie. Hij vindt dat we er nog maar eens heel goed over na moeten denken of we het kind wel willen houden. Oh. Maar ik wil het houden. Oh. Weet je hoe je het papa en mama gaat vertellen? Nee, nog niet. Maar ik weet zeker dat jij al iets hebt gevonden. Ja, nou kijk, je moet het voorzichtig brengen natuurlijk. Stuur ze een kerstkaart met erop aan opa en oma Bolbuis. Liefs van Anna, Piet... En de kleine. Ja, dat heel subtiel. Nou, een regelrechte ramp. De pomp heeft het begeven. We zullen een loodgieter moeten laten komen. Ja, nee, dat kost dus zoveel geld. Ja, maar wat moet ik dan? Ja, het is eerste kerstdag, zeg. Het dubbel tarief. Ja, wat maakt dat nou toch uit? Nou, al die dure cadeaus die jij voor me gekocht hebt. Kleuter. Ja. Nog steeds blij met je nep haardvuurtje. Was je op douche?
spijt ons werkelijk heel erg, hè, mensen. Ben je gek? Hartstikke gezellig, ja, toch? Ja, het is weer eens wat anders, hè? Kerstmis à la Dr. Zhivago. Ja, ja, moet je luisteren. Als het hier gebeurt, is de kans weer kleiner dat het ook bij mij gebeurt, ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar die loodgieter had al lang hier moeten zijn. Ja, mogen we nu de cadeautjes openmaken? Joni! Nee, dat vind ik een heel goed idee van. Misschien heb iemand wel een elektrische deken voor me gekocht. Nou, als je die nog kan openmaken, mijn vingers zijn stijf bevroren. Ja. Hey, ja, jongens, laten we de cadeautjes gaan uitpakken. Dan kunnen we die papiertjes gebruiken om dat nephaard wat om te wakkeren. Ja, ja, ja. Dan nou, gaan jullie de cadeautjes maken. Ja, 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 ja. Ik heb voor jou een heel speciaal cadeautje. Oh. Dan worden we allebei lekker warm van. Ah. De beste manier om warm te blijven is dit, hè. Maar de op één na beste manier is een lekkere borrel. Oh, ja, glaasje whisky, meneer Gelijntje. Nou, omdat u aandringt. Met een blokje ijs graag. Ja, schrap het ijs maar van de ruiten. Piet! Hi. Hi, ik dacht dat jij dienst had. Ja, had ik ook. Maar ik heb gewisseld. Ik moest altijd maar aan je denken. Piet, luister. Ik weet dat jij met kinderen wilde wachten totdat ik mijn studie af had. Anna. En nee, ik zou dus absoluut niet willen dat jij denkt Anna, of zo. Nee, maar Piet, ik bedoel dus. Ik geef jou niet de schuld. Anna, maar wil jij dat kind? Ja. Ik wil het houden. Dan is alles toch goed? Ik vind het fantastisch. Ik vind het waanzinnig. Echt. En ik wil ook mijn studie afmaken. Heel goed. Nou, wat is het probleem dan? Ja, inderdaad. Zullen we dan ook gelijk officieel mama en papa worden? Oh, Piet! Dat betekent ja, neem ik aan. Mm. Zo, kijk nou eens. Cadeau verpak ik met een mooi stukje zeep en een lekker flesje aftershave. Bedankt, Jopie. Niks te danken, joh. Hey, weet je wat nou zo toevallig is? Ik heb Jopie precies hetzelfde cadeau gegeven voor zijn verjaardag. Eerlijk, hoor. Het is toch niet waar, hè? Harry, ja? Het allerbelangrijkste vergeten we. Wat de lichtjes. Ach, natuurlijk. Oh, nee, we hadden twee stellechtjes en twee bomen. En Willem heeft de boel aan elkaar geknoopt of iets dergelijks. Maar het resultaat is spectaculair. Hé, hey, jongens, daar maar opbouwen. Je weet wat er van komt. De lampjes. Ja. Zeg, Harry, kan jij dat licht hier in de... Ja, ik doe het licht uit. Ja, zo. Ja, gaat ie. Ja. Kan die? Ja. Hoppakee. Absoluut spectaculair. Kort, maar spectaculair. Nou, mensen. Loodgieter is in ieder geval bezig. Het wordt hier zo meteen lekker warm, hoor. Nou... Eerlijk hoor, sinds u die kaarsjes hebt aangemaakt, meneer Buijs, is het een stuk aangenamer hier, ja, in die kamer. Ja, 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 ja. Ja, ik begrijp niks van die elektriciteit. Ik heb al die stoppen vernieuwd, maar geen resultaat. Bij een stroomstoring, in het pikken donker, is het beste wat ik kan nemen een flinke neut. Oh. Jopie, als jij nog meer drinkt, ga je straks zelf licht geven. Hey, de elektricien, jongens. Ja, ik ga wel. Ah, heel fijn. Nou. Oh, Henri. Ja. Voordat ik het vergeet, alsnog hartelijk dank voor je mooie surprise. Kijk eens, jongens, wat smaakvol. Oh. Nou, hey. Oh. Willem, hey. Jij ook dank voor je mooie surprise. Kijk eens wat smaakvol. Jongens, hier is meneer Teunissen. Aha, de elektricien. Nee, de loodgieter. Inderdaad, op verzoek van meneer Bol. Ja. Heb jij een loodgieter besteld? Ja. Ik ook. Houston Ground Control, I think we have a problem. Nou ja, goed, 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 zeg. Twee stellen kaarten, een bomen, lichtjes en twee loodgieters. Nou ja, we zullen maar denken, twee zielen, één gedachte. Hé, hey, maar er staan er straks ook twee elektriciëns op de stoep. Nee, dat kan niet. Dat heb ik aan opa Henry overgelaten. Oh ja? Nou, dat heb ik aan jou overgelaten. Oh. Wou jij zeggen dat er helemaal geen elektricien gaat komen? Dat is dan mooi. Opa's, weet je wat het met jullie meer is? Het is meer een geval van twee zielen, geen gedachten. Jij moet zeggen, jij helemaal gek geworden.